De heer blijft tot 2022 verantwoordelijk voor de nationale ploeg van Marokko. De Franse bondscoach is door de bond beloond met een nieuw contract na het bereiken van het WK. De leven van de Atlas legt het vorige week voor het eerst in 20 jaar tijd beslag op een WK-ticket. De laatste keer dat Marokko actief was op een mondiale eindronde was in 1998. Zijn verbindenis is verlengd tot naar de Afrika-Cup van 2021, bevestigt bondsvoorzitter Fouzi Lekja tegenover Marokkaanse media. Onder dezelfde voorwaarden. Maar met andere doelstellingen. Aan de hand van Renard plaatste de Nederlands getinte ploeg van Marokko zich als groepswinnaar voor het WK. Een 0-2 overwinning in Nivorkust volstond voor de eerste plaats in Poole C van de Afrikaanse kwalificatie reeks. Renard werd in februari 2016 aangesteld als opvolger van de vertrokken Zaki Badou. De 49-jarige Fransman was eerder ook werkzaam als bondscoach van Nivorkust, Zambia en Angola, enkele maanden voordat hij in Marokko neerstreek. Werd hij op straat gezet door Lerosk. Zie, reageerde dit jaar raakte Renard verwikkeld in een conflict met Hakim Ziyech. Nadat hij de Aja giet niet opriep voor de Afrika Cup in juni voerden de twee een verzoeningsgesprek, waarna de geboren Flevolander afgelopen zomer weer terugkeerde in de selectie. Daardoor mag Ziyech, net als andere Nederlandse Marokkanen Karim El Amadi, Nordin Amrabat, Sofian Amrabat, Mimon Mayen, Barkbuurs Salva Hopen op deelname aan het WK van komende zomer in Rusland. Kroatië ook de Kroatische voetbalbond gaat langer door met de bondscoach. Zlatko Dalic is na de gewonnen plaat over om WK-ticket tegen Griekenland beloond met een contract tot de zomer van 2020. Dalik liet direct na de plaatsing voor het WK al weten dat hij hoopt op een langere verbindenis. De 51-jarige Kroaat volgt in oktober de ontslagen aan de op en wist het Balkanland ondanks een moeizame kwalificatierix alsnog naar Rusland te loodsen.